Het ging deze week helaas allemaal niet zoals gepland. Dus in deze nieuwe binnenvlog heb ik niks bijzonders om je te laten zien, behalve een aantal halfaffe auto's. Maar die ga ik je natuurlijk verder niet presenteren, want halfwerk doen we niet aan. Hoe dat zit, ik leg het je uit. Kijk, daar staat hij, die 640i Cabrio LCI M Sport X-Drive sportautomaat uit onze moddervet video van vorige week. En daarachter buiten staan de 535i Touring LCI Luxury en die waanzinnige X5 X-Drive 35i, allebei al verkocht. Allemaal super brute en voor ons doen relatief jonge BMW's. Nou, als tegengewicht daarop hadden wij je hier ergens deze week heel graag een aantal hele toffe youngtimer BMW's willen laten zien. De gemiddelde leeftijd van de BMW's die wij het afgelopen jaar verkochten was 13,5 jaar. Gemiddelde van de auto's van vorige week was 9. Dus dat hadden we met deze video recht willen trekken met een aantal hele fijne 6-cilinder youngtimers dus. Maar zoals het dan gaat met auto's van die wat hogere leeftijd, daar hebben we ook gewoon meer werk aan. En zo staat hier bijvoorbeeld op de brug in onze detailruimte nog op zijn winterwieltjes de karmozijnrode 330i Cabrio die ik je vanavond had willen presenteren. En je hoeft nou niet direct bij de CIA gestudeerd te hebben om te zien dat er aan deze auto wat ontbreekt. De voorbumper en de achterbumper hadden net te veel parkeerbeschadigingen om zo in onze showroom te kunnen staan. Dus die bumpers hebben we naar onze spuiter gebracht. Maar vanwege allerhande problemen waar zij op hun beurt weer last van hadden, hebben we hier dus nu net die vers geschoten bumpers van hun retour ontvangen. En kijk maar eens even hier naar het profiel op die 17-inch stijl 159 lichtmetalen wielen. Dat zijn winterbanden. En op zich is dat in dit seizoen natuurlijk niet een hele rare keus. Zeker niet op zo'n 4-seizoenen cabrio. Maar een auto met een zo bijzondere uitvoering als deze Individual 330i willen we natuurlijk ook graag presenteren op de wielen die bij de uitvoering horen. Deze auto werd affabriek geleverd op 18-inch stijl 189. Die we met veel moeite bij een van onze leveranciers wisten te lokaliseren. En kijk, net binnengekomen. Hartstikke leuk. Maar daar hebben we natuurlijk ook net niks aan. En hier buiten, naast die moddervette 535i van vorige week, waarvan de Luxury Line stijl 454 wielen inmiddels dan onze hersteller zijn voor reparatie van de CNC-afwerking, staat net teruggekomen van onze spuiter de 525i Touring. Opa auto puur sang. Dit lag er gewoon in. Grandpa in car. 87.000 kilometer gereden. Bij onze specialist gebracht voor de techniek, de injectoren getest. Commentaar van de beste man, die auto is echt als nieuw van onder en qua techniek. Maar ook daar zaten wel wat gebruikspoortjes aan, dus die hebben we laten spuiten. Maar helaas ook te laat terug voor deze video. Om over de X3 2.5 SI, oftewel facelift, nog maar te zwijgen. Want daarvan heb ik hier alleen nog maar een setje velgen binnen. Heel de auto hebben we nog niet eens. Nou, het is ons deze week dus niet gelukt om die auto's klaar te maken die we graag hadden willen laten zien. En halfwerk, daar doen we hier bij Auto van Eerder niet aan. Dus er zit niks anders op als de auto's van deze week door te schuiven naar volgende week. En je dan te presenteren samen met de auto's die we voor volgende week al in petto hadden. Dus het wordt een dubbel dikke nieuw binnenvlog met recht heel veel rijplezier in dat geval dus. Nou, het spijt me je niet beter te kunnen berichten, maar ik wens je evengoed een heel fijn weekend. Graag tot volgende week.